anders denken dan je omgeving. Herken je dit? Gesprekken met mensen geven jou energie en inspiratie. Hierdoor overspoel jij je omgeving met ideeën, met associaties en met nieuwe mogelijkheden. Maar jouw verhaal is dikwijls chaotisch en onoverzichtelijk voor personen die graag stap voor stap denken. Je wordt dus niet altijd gehoord of begrepen. Ideeën daadwerkelijk uitwerken onder de vorm van een projectplan, het is best lastig. Je ziet constant nieuwe ideeën en verbeteringsmogelijkheden die het projectplan dwarsbomen en op zijn minst gaan vertragen. Functioneren in een organisatie met een strikte hiërarchie, strakke processen en procedures die bovendien allemaal gevolgd dienen te worden, het kost jou extra moeite en het geeft je veel stress. Je behaalt veel makkelijker resultaten als jij je eigen werkmethode mag gebruiken binnen een opgelegd kader. Zijn deze processen, structuren en hiërarchie bovendien achterhaald en gaat iedereen achterpoortjes gebruiken om ze te omzeilen, dan is de kans groot dat jij totaal afhaakt. In processen zie je onmiddellijk waar de dingen fout zullen lopen. Maar om dit kort en bondig uit te leggen aan je omgeving waarom dit zo is, dat lukt niet altijd. Klinken bovenstaande voorbeelden je bekend in de oren? Zo ja, dan ben je waarschijnlijk een beelddenker of een visueel ruimtelijke denker. Een persoon die anders denkt dan zijn of haar omgeving. Een beelddenker gebruikt meestal de rechterkant van het brein. Terwijl de meeste organisaties op dit moment aan de linkerkant van het links georiënteerd zijn, stap voor stap denken. En dat sluit meer aan bij begripsdenkers. Je bent je misschien onbewust gaan aanpassen aan je organisatie of aan je werk, om je omgeving, waardoor jij je unieke talenten uit het oog bent verloren. Je gaat ze niet meer gebruiken of onderbenutten. Nu, werken met talenten, dat geeft je energie. Werken met aangeleerde vaardigheden, dat kost jouw energie. Het kost je extra energie, waardoor je vatbaarder wordt voor stress en ook voor een burn-out op lange termijn. Wil jij weten of je een meer dan natuurlijke voorkeur hebt voor beelddenken, of jij een visueel ruimtelijke denker bent? Doe dan de screeningtest. Je vindt hem op de link onderaan deze video. Mijn naam is Saskia Smet. Met mijn bedrijf Numentum begeleid ik gedreven mannen en vrouwen die beelddenker zijn op het werk. Ik leer hen hoe ze zichzelf kunnen blijven in een lineair georganiseerde wereld, zodat zij meer resultaten kunnen toevoegen of behalen met minder stress en minder moeite. Ik leer jou hoe jij je beelddenkerskanten kan benoemen. Maar ik leer je ook voorbij het etiket kijken. En voorbij het etiket liggen de mogelijkheden, jouw unieke troeven. Als je die durft gaan inzetten, dan kan jij op jouw unieke wijze bijdragen aan de resultaten van jouw team en organisatie. Ik wens je veel plezier bij het zoeken naar informatie op deze website. Tot ziens. Dag.